Vanavond spelen PEC Zwolle Vrouwen de halve finale van de KNVB-beker tegen ADO Den Haag Vrouwen. Een wedstrijd die al een geruime tijd leeft binnen de groep. Ik denk dat er gewoon heel veel enthousiasme in zit. Iedereen heeft super veel zin in om morgen te gaan spelen en we gaan er een goede pot voor neerzetten. Ja, hoe staan jullie erop met z'n allen? Ja, we gaan allemaal strijden als een malle. Dit is de belangrijke wedstrijd op de finale na natuurlijk. Dus daar gaan we voor strijden. Ik kan natuurlijk niet zeggen net zo een wedstrijd als een ander. Hè? Ik bedoel, er staat toch wel iets op het spel. En daar gaat iedereen voor spelen. En met ADO Den Haag treft PEC Zwolle een ploeg waar het dit seizoen 2 maal van verloor en 1 keer van won. Er liggen dus zeker kansen. Ik denk dat we allebei heel erg gewaagd zijn aan elkaar. Ook gezien de ranglijst. Ik bedoel, zij staan 4e, wij staan 5e. Dus qua dat opzicht staan we zeker gelijk in de wedstrijd. Ja, elke wedstrijd is anders. Dus gelijke kansen, maar wij gaan ervoor om ze te pakken. ADO ziet hun kansen en die zien wij ook. Dus als je het op 50-50 hebt, kan ik wel mee leven. Wat verwacht je voor wedstrijd? Nou ja, wat ik verwacht is, zal wel veel strijd zijn. En dan is het toch wel de kunst om je eigen spel te kunnen spelen. Hè? Dus om die bal in de ploeg te kunnen houden. Niet zomaar kwijt te raken, want ADO die wil ook wel strijden. Ja, en als we ons eigen spel kunnen houden, dan verwacht ik ook dat we kansen creëren en doelpunten kunnen maken.